Met een lach op het gezicht stond Pelle van Arnold maandag op het veld van het Autotaalglas trainingscentrum in Zundert. De rechtsback voelde voor het eerst in weken weer gras onder zijn voeten. Daarmee kwam zijn revalidatie van een spierblessure, die hij in de voorbereiding opliep, in de volgende fase. Een stap die de burger moed geeft. Ja, heerlijk. Echt, ik heb weer natuurlijk veel in de gym gezeten. En dan is het lekker dat je weer echt het veld op mag. En ging goed. Ja, want hoe hebben de afgelopen weken er voor jou uitgezien? Nou ja, ik heb inderdaad, zoals ik zei, veel in de gym ook gezeten. Niet alleen maar kracht. Na de operatie was het eerste paar dagen echt volledige rust. En daarna mocht ik het licht opbouwen. En ik moet zeggen, heb helemaal geen pijn gehad en alles verliep goed eigenlijk. Ja, want het was natuurlijk wel even een flinke domper. Hè? Je had er net een lange revalidatie op zitten. Dan komt dit er weer overheen. Ja, dat is weer even een mentaal als op een rijtje zetten, denk ik. Ja, zeker in het begin toen ik het nieuws hoorde. Want het was echt onverwachts eigenlijk. Niemand had het verwacht. Van fysio tot met mij eigenlijk. En ja, uiteindelijk gewoon knop omgezet. En kijk, met die knierevalidatie duurde iets langer dan dit. Dus dan is dit peanut. Peanuts of niet, de verdediger revalideert voorspoedig. De eerste veldtraining was een stap in de goede richting, maar Van Arnold weet als geen ander dat hij nog hard moet werken om fit genoeg te zijn voor wedstrijden. Voor nu ligt hij in ieder geval voor op schema. Ja, eigenlijk wel. Alleen ik bekijk het nu van dag tot dag gewoon en dan gaan we zien hoe snel het kan gaan. Want het is nu op het veld rustig opbouwen, alles aan laten sterken en wachten tot je je eerste testminuten kan gaan maken. Ja, eigenlijk wel. Eerst nu, dit is de eerste dag dan met de fysio van NAC op het veld. En zo gaan we het redelijk goed opbouwen. En dan kan ik hopelijk weer snel met de groep meetrainen. Ja, dat zou lekker zijn, hè? Want die speelminuten, daar ga je uiteindelijk weer voor. Ja, tuurlijk. Sowieso. Ik heb het echt gemist. En ook gewoon, ik wil het team helpen. En, als eerst moet ik wel aan mezelf denken en eerst helemaal fit worden.